Wij zijn bij de UDO, United Dance Organization. Dat is de grootste dansbond van Nederland. Hier kunnen kinderen strijden of punten behalen. Dan kunnen ze door naar het Nederlands kampioenschap. We hebben een Europees kampioenschap en ook een wereldkampioenschap. Dus ja, veel te winnen, veel te leren en veel te groeien hier zo. Oh Lord, let me be the one to set him free. Hoe heb je je voorbereid op vandaag? Want dit is misschien wel jouw eerste grote toernooi. Ik ben nooit zo heel zenuwachtig, maar als je dan backstage staat, dan wel. Dansen gebeurt sowieso vanuit blijdschap, in ieder geval vanuit emotie. En wij bieden ze hier een platform om te strijden tegen elkaar en ook te leren van elkaar. En dat vind ik heel leuk en heel mooi, dus ik ben blij dat ik daar een deel van uit mag maken. Ik ben voornamelijk aan het opletten op technieken en hoe hard ze hun best gaan doen. Als ze de basisstappen goed kennen en ze variaties van de basisstappen kunnen. They can call me. Heel trots als opa om te zien dat je kleindochter in dit geval samen met anderen uiteraard een hele mooie voorstelling hier verzorgd. Dus. Ik ben hier voor mijn kleine man, dus voor hem doe ik het. Maar wat heb jij met hiphop en streetdance? Mijn kind, hij is hiphop, hij houdt van muziek, hij houdt van dansen, dus dat geldt voor mij dan ook zo. Let me be the one to set them free. I will give them every part of me. En nu, hopen op een prijs? Ja! Yeah. Wat denken jullie? Eerste! Ik heb heel veel talent gezien en het ergste is dat ze allemaal onder de 12 zijn. Dus dat vind ik heel goed. Met andere woorden, ze hebben echt genoeg tijd om zichzelf te ontwikkelen. Dus daar ben ik heel tevreden mee. Want ik doe het voornamelijk voor de kids. Ik wil dat ze heel snel groeien. En dat ze gewoon, bijvoorbeeld ik ben nu 25. Als hun 25 zijn, moeten ze drie keer zo goed zijn als mij.